Google Web Fonts, je zoekt gewoon op Google Fonts, even kijken, zo. En nou, klikken. Ik heb dus in mijn ontwerp heb ik dus gebruik van Droid, dus ik kan eigenlijk vrij snel zoeken. Maar je kunt dus hier ook aangeven van oké, ze hebben dus 629 fontfamilies voor je ergens op een server staan. En dat is wel fijn, want dan heb je dus gewoon, ja, niet dat je daar zelf moeite voor hoeft te doen om die fonts op jouw server te zetten. En in het goede formaat, dat hebben zij allemaal geregeld. En copyright hoef je ook niet zo zorgen over te maken, want dat is dus afbetaald door Google. En zij stellen het beschikking voor jou. Dus dat is ook altijd goed. En hier kun je dus ook aangeven van oké, ik wil alleen maar handgeschreven displays, scheef letters, scheefloze letters. Hier kun je aangeven door middel van een soort slide van oké, ik wil dikke letters, dunne letters, om iets te vinden. Is misschien ook wel een tip, hè, voor als je gaat ontwerpen, ga eerst eens een keer even kijken als je hier een mooi font vindt. Dan zit je al meteen goed, hè? Want je kunt hier het makkelijk importeren. Nou, ik zoek even op Droid. Dat is de bovenste. Als ik hier dus wil gebruiken, dan kan ik dus op verschillende manieren doen. Maar het makkelijkste is dus Quick Use. Dus daar klik ik op. En hier zit dan ook meteen een soort download knop. Ik zal er even eroverheen gaan. Als je hierop klikt, zegt van oké, even kijken, hier kunnen we dus gewoon zo, en dan volgens mij allebei aanvinken en zeggen van oké, ik wil dit downloaden. Of moet ik naar Use toe gaan? Even kijken, Use. Waarom kan ik hem nou niet downloaden? Volgens mij, of moet ik hierop klikken? Nee, ook niet. Ja, je moet hem volgens mij wel kunnen downloaden hoor, als je hierop klikt. Oh, je geeft hier aan van oké, wat wil je doen? Nou, zip-file. Hehe. Lekker handig. Nou, dan krijg je dus een zip-bestandje. En dan kun je die installeren op je systeem. En dan kun je die ook gebruiken voor in Photoshop bijvoorbeeld. Want dit is normaal, wat je nu hier krijgt, is dus eigenlijk gewoon... Nou, hier zitten dus die twee fontjes in, hartstikke mooi. Ik heb hem al een keer gedownload en geïnstalleerd. Maar dat is dus voor mij niet nodig. Ik wil dus alleen de Droid Normal gebruiken. Ik zal dit dus even uitzetten. Even kijken. Oh, nou ben ik hem dus ook meteen kwijt. Nou, opnieuw. Quick Use. Normal. Nou, je ziet dus hier geeft hij aan van hoeveel... Volgens mij milliseconden duurt het om dat in die pagina te laden. Boeien. Komt altijd wel goed. Dat is stap 1. Dus je kunt aangeven van oké, welke wil je hebben? De Droid, Normal en Bold. Nou, ik doe dan Bold ook maar even. Je ziet ook dat hij dan twee fontjes moet inladen. Dus twee keer zo lang. Dan vraagt hij van wat voor karakterset wil je? Nou, voor ons in westerse wereld is... prima om Latin te gebruiken. Wij gebruiken geen Cyrillische schrift, zoals die Russen doen, hè, met een omgedraaide R. Wij zijn ook geen orthodox Joden, bijvoorbeeld. Of ja, Joden. In Israël, volgens mij, of Grieken, die gebruiken dat ook, hè, van die tekens, die wij absoluut niet in ons alfabet hebben zitten. Dus hier, meestal de eerste wat hij aanvinkt, dat is perfect, weet je wel. Ik bedoel, dat is het Latijns letterkarakters set en dat is prima. Nou, derde stap is dus linkje wat je erin moet zetten. Nou, hier staat ook instructies bij, hè. To embed your collection into your webpage, copy the code as first element in the head. Nou, je kunt zelfs een voorbeeld opvragen, maar ik weet wel wat het first element in mijn head is. Dat is namelijk, dit kopieer ik dus. En dan ga ik dus naar Dreamweaver toe, naar mijn broncode. En mijn first element in the head is meta. Nou, daarboven zet ik dus die link neer.
Ga je nou kijken, zie je ook dat het een link is. Ik zal even op code zetten. Dat het ook een stylesheet is. Dus je eigenlijk laat je een stylesheet binnen van Google die dat fonds ja, in zich heeft. Nu heb ik zoiets van, nou oké, als dat dan als eerste erin wordt gezet, vind ik het misschien wel netter om mijn linkje van mijn stylesheet eronder te zetten. Dus ik knip die hier even uit. Ik ga hier staan. Plak hem. Nou staat mijn eigen stylesheet onder dat van de Google stylesheet, zodat je het een beetje bij elkaar houdt. Is niet echt belangrijk, maar ik vind het gewoon netjes. Nou, dat is dus geregeld. Dan denk je van, nou oké, dan is dus het font ready to go. Nee, we zijn nog niet helemaal daar. We hebben ook nog een stap 4. En hij zegt van, oké, dit stukje. Add font name to your CSS style just as you do it as a normal any other font. Nou, dat is prima. Ik kopieer dit. En dit zet ik dus in mijn stylesheet neer. Nou, in plaats van die Arial ga ik dus nou dat Google font neerzetten. En ik save nu. Ik ga nu kijken in mijn browser. En je ziet nu ook dat het font is veranderd naar dat Droid Sans formaat. Nou, het is niet heel veel verschillend, omdat het simpelweg ook een schreefloos letter is. Voor de puristen van, met lettertypes, die zien dat natuurlijk meteen, hè. Of course, maar ik moet zelf zeggen, ja, je moet eventjes goed kijken, het verschil. Maar er is wel degelijk verschil. Oké. En we hebben dus eigenlijk nog een font, want ik heb die Roboto font voor mijn headers gebruikt. Nu denk je van, nou oké, dan moeten we die dus daar ook toevoegen. Ja, dat klopt. Ga ik weer naar boven toe. Even kijken. Back to add more fonts. Nou, ik weet dat het font Roboto. Kijk, dat is de Roboto Condense had ik gebruikt. Nou, ga ik weer naar Quick Use. En je ziet dus dat hier een aantal opties zijn, hè, waar je kunt kiezen. Nou, ik heb dus die Normal gebruikt. En de Light en de Bold. Dus ik heb ze alle drie aangevinkt. En ik ga nu... Hier zie je dus ook het Cyrillisch schrift, hè. Cyrillic Extended. Greek Extended. Weet je, dan krijg je Griekse letters. Vietnamees zelfs. Dus je kunt daar heel hoog bij kiezen, maar ik kies alleen maar voor Latin. Ik heb die andere tekens niet nodig. Hier heb je weer zo'n linkje, hè. Wat je in je broncode moet zetten. Dus ik ga naar mijn broncode toe. Ik zet het achter mijn Droid Sans linkje. Zo. En even kijken. In mijn stylesheet zet ik dus voor die kopjes een andere fontfamilie. En mijn kopjes, dat zijn dus een aantal verschillende versies. Je hebt dus die H1, die heeft het. En je hebt dus ook die H2, die dat ook heeft. Dus ik ga in mijn stylesheet, kan ik dus aanroepen, zo van oké, H2, of nee, H1. En ik plak dus straks die code daarin, wat daarbij hoort. Dus ik ga nu even naar het vierde stapje. Ik kopieer dit. Even kijken. Plak dat hier neer. En als ik nu ga kijken, dan zal op mijn pagina, deze Your Big Text hier, zou dus moeten omswitchen naar die Roboto. Dus goed opletten. 1, 2, 3. Ja, je ziet dus dat hij wel condensed is en dat hij wat kleiner is. Is minder breed. Nou, dat is dus goed gegaan. Nou, deze, dat zijn H2's. Ik kan het hier wel laten zien, hè. Dat is een H2, die moet die stijl ook hebben. Je ziet nu nog standaard, als ik hier kijk, dat hij dus fontfamilie van de body meekrijgt, de Droid Sans. Die ga ik nu veranderen dus naar ook dan die Roboto. En nu is het zo dat je dus hieronder dus kunt zeggen van oké, dit is H2. Open en dicht.
Maar, en dan weer die fontfamilie erin pakken. Maar wat je ook kunt doen, is dat als bepaalde eigenschappen hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld de fontfamilie van de H1 en de H2 is hetzelfde, kun je ook zeggen van oké, ik wil de H2 ook dezelfde fontfamilie hebben. Dus als ik dit nou save, dat doe ik dus gewoon door middel van een komma, hè. Mag er nog een spatie bij zetten, volgens mij.